in Ardennen doe ik weinig van die cyclotochten mee, dus dat is mooi meegenomen. Ik heb de 130 kilometer gedaan. Het waren bekende hellingen, maar ook onbekende hellingen. La Redoute en zo. Dat we ook wel een leuk Bastenaken-Luik doen in andere wedstrijden. Dus dat is wel een heel mooi parcours. Sowieso moet ik ook trainen, dus zeg het, mijn hobby is ook mijn beroep, dus ik zie het ook als ontspanning, maar het is ook natuurlijk wel hard trainen. Meestal zitten ze wel op de vlakken in het wiel en soms proberen ze wel weg te rijden op de helling, maar de meeste vallen wel rap stil. Ja, ik had 32 gemiddeld, dus op dat parcours is dat wel vrij hoog. Daarom dat ik ook de 130 kilometer gedaan heb, dan heb ik toch 4 uur vrij intensief getraind. Dus ja, dat is goed. Beste deelnemers van de Sankelly Classic, zoek jullie foto op de Facebookpagina van Aquarius Belgium. Probeer zoveel mogelijk likes te krijgen, zodat jullie kans maken voor op stage te gaan met mij en met mijn andere collega's. Veel succes!